Dit is onze zolderkamer. Een grote ruimte met veel potentie, alleen er is nog niks mee gedaan. Toen Lieke en ik gingen samenwonen, hebben we haar bed neergezet. Ook staat er een bureautje met een scherm waar zij kon studeren. Aan de andere kant van de ruimte achter een groot doek staat onze wasmachine, droger en wasrek. En voor de rest is er heel veel troep te vinden. MacBook Pro. En de reden dat er nog niks mee is gedaan is omdat wij het niet eens kunnen worden. Moet het een grote logeerkamer worden? Moet het een kamer worden waar ik al mijn voetbalshirtjes kan ophangen? Kortom, we kunnen het niet eens worden. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Wij kunnen het niet eens worden over de zolderkamer. Nee. Dus wat gaan we doen? We hebben allebei een helft van de zolderkamer. Jij hebt deze helft, ik heb deze helft. En we hebben een week de tijd om los van elkaar deze 500 euro per persoon uit te geven. Bruh. Dat geld hebben we om uit te geven om onze eigen helft helemaal op te knappen. En het mooiste is, we mogen niks veranderen aan elkaars helft. Tuurlijk mag commentaar hebben, je mag het niet mooi vinden, je mag dat ook uiten. Maar geen veranderingen meer, geen veto's, niks. Afgesproken. Nope. Are you too? Oké, we hebben een week de tijd. I will see you in about a week. Warm hier op zolder, man. Wie betaalt het eigenlijk, dat ding? Er. What the fuck? Holy shit! Man. Het kan aardig warm worden hier op zolder. En dan komt het dus perfect uit dat Erp een nieuwe speciale fles heeft. Namelijk de Steel Edition. En mensen, het is de top of the game. De nieuwe Erp fles is dus helemaal van staal. En het design is prachtig. Maar wat het allerfijnste is aan deze fles, is omdat hij van staal is en daardoor langer koel blijft. Je water blijft langer koel. Ik doe er regelmatig wat ijsblokjes in. En dan heb ik dus ijskoud water voor een wat langere periode. De nieuwe stalen fles heeft een meer premium look. En daardoor past hij dus perfect straks op de nieuwe zolder, omdat het er dan helemaal fancy uitziet. Ik vind de combinatie van mat zwart, glimmend zwart en het hendeltje dat hier zit, zodat je hem lekker kan vasthouden, echt ongelooflijk nice. Dus Erp, dankjewel voor het sponsoren. Meer informatie over deze Steel Edition via de link in de beschrijving. Hij gaat hier perfect passen. En het mooie is dat jij nu de code TechnoZolder voor gebruiken voor 10% korting. Misschien wordt het wel een TechnoZolder. En ik ga nu mijn spullen kopen. Ik ga mijn volledige budget uitgeven aan een flatscreen tv. En voor de rest helemaal niks kopen, want ik wil hierboven gewoon lekker voetbal kunnen kijken. Ik heb een paar problemen met de logistieke indeling. Ik heb namelijk hier geen rek bij de trap. Stel, ik wil hier iets neerzetten. Een stoel bijvoorbeeld. En je gaat net die start naar achter. Nou, dan jank je dus met alles wat je hebt van de trap af. En dat willen we niet. We hebben hier de balk met een doek, waardoor je, als je er onderdoor stapt, bij de andere kant komt waar de wasmachine en de droger en het wasrek staan. Oftewel het gedeelte waar Lieke altijd komt. Lachen hoor. Maar dat kan dus ook niet helemaal bedekt worden. Want stel, ik zet hier iets neer waar je op kan zitten. Nou, dat loopt wel van hier tot hier. Dan is dit weer bedekt. Dus ik kan eigenlijk alleen iets neerzetten hier, waar weer een schuin dak is. Of hier. Dus dit wordt het waarschijnlijk. En wat ga ik nou met de rest doen? Nou, ik wil in ieder geval hier op deze vloer, die niet heel lekker loopt op je blote voeten. Want er zitten een beetje gaatjes tussen. En er blijft er iets tussen hangen. Of dan steekt er een stukje hout uit in een splintertje. Ik wil er iets van een kleedje neerleggen. Dan hebben we een zitmeubel, een kleedje. En dan denk ik hier in de hoek, wat op zich nog wel groot is, dit komt tot mijn borst, iets van een tv. En dan ga ik echt heel erg typisch als een man denken, een bank, een kleed, een tv, een tafeltje. Of misschien, ja hoor, hij staat er nog, een koelkastje. Oh, die gaat dan naast de bank daar en daar kan ik dan allemaal pils in zetten. Ik kan er natuurlijk wel deze stalen erop neerzetten, maar dat is helemaal niet nodig, want die blijft extra lang koud. Dan heb ik best nog wel wat ruimte over, want hier hebben we alle opbergbakken. In deze bakken die op wieltjes staan, ligt allemaal troep. Maar dit is best lelijk. Dus wat nou als ik dit afscherm met voetbalshirts? Dat zijn een aantal grote aspecten die ik nu heb, die ik moet regelen. Het grootste probleem is, als ik hier een zitmeubel wil krijgen, een bank, moet dat door deze deur passen. En die steile trap omhoog. Dus dat kan niet heel groot zijn. Ik heb twee opties. Of ik moet iets hebben dat uit elkaar gehaald kan worden, dat je dan omhoog kan tillen. Of ik moet iets hebben dat al in elkaar zit, maar dat dan niet groot genoeg is. Dus laat ik daar naar zoeken. En op het moment dat ik dat heb, kan ik de rest gaan kopen. Nou, mijn beurt om een plan te maken voor de zolder. Ik heb het logeerdeel. En als er iets is wat Raoul en ik altijd een soort van, waar we discussie over hebben, is het behang. Ik hou van behang. Ik vind het fantastisch. Raoul haat behang. Lekker twee uitersten, dus dat gaat nooit goed. Nu heb ik totale vrijheid gekregen. Alles is goed. Dus nummer 1 is dat ik ga behangen. Nee! Kloten! Verder hebben we vaak wat issues over dat ik graag te vrouwelijk ga. Raoul wil het wel enigszins mannelijk houden. Dat gaan we natuurlijk vandaag ook niet door. Dus ik dacht plantjes,
roze, behang. Vrouwelijk, dacht ik gewoon. Dit is op zich wel prima leuk. Lampje kan blijven, daar staat nog een tafeltje. Het kan allemaal prima blijven. Dit is lelijk, dit is saai, dat is eigenlijk lelijk. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet gaan veranderen. Want gordijnen duurt veel te lang en is echt fucking duur. Dat is niet echt een optie. Deze muur, behang. Maar probleem, is helemaal schuin. En ik mag dus maar tot het midden. Dus dan hier dacht ik misschien posters. Hier hangplanten. Allemaal zo, zodat het lelijke doek weg is. Oh, en kut. Ik moet ook nog... dekbed. Dat is ook duur. Een poensje? Hé? Rot toch op, man. We zijn in de kringloop om spullen uit te zoeken. Kleine Derek. En ik heb in plaats van een bank iets anders gekozen, wat het makkelijker was. Zo, die is ook lelijk. Several days later. Oké, let's go. We got him. Het is een soort van jungle met textuur. Zo. Nee, je ziet het niet echt waarschijnlijk. Het is best wel neutraal, omdat ik dacht, ik wil ook niet per se ruzie. Ik wil wel mijn zinnetje doordrijven, maar niet ruzie. Fingers crossed, let's go. Ik heb de laser op de muur, zodat ik recht plak. Verder heb ik alle spullen die ik nodig heb, denk ik. Dus we gaan het meemaken. En let's go! Eerlijk, dit gaat echt cool worden. Oké. Dit is hoe mijn deel er nu uitziet. Ik heb een kleedje voor 40 euro, ik heb een stoel voor 40 euro, een andere stoel voor 40 euro, een koelkast die hier stond, twee mokken met mijn hoofd erop. Ja, leuk gewoon. Ik moet nog een beetje afstoffen. En sowieso is die hier nog heel stoffig, dus moet ik dat een beetje stofzuigen en even dweilen. Maar met dit ben ik al redelijk blij. Ik mis alleen nog dat rek hier. En ik denk dus dat ik hier een touwtje omheen ga binden, een spijker in het midden sla en hem dan aan de andere kant daar ophang. Bruh. En aan het lijntje kan ik dan allemaal shirts hangen met een haakje. En dan is dit gelijk bedekt. Dan moet ik hier nog een tafeltje voor halen waar een tv op kan. Ik heb, als het goed is, hier ergens een tas met mijn oude Xbox One. Ik wilde een console neerzetten. Ik heb niet genoeg geld om een nieuwe PlayStation, een nieuwe Xbox, wat dan ook te halen. Dus moest ik iets neerzetten wat ik al... Nu heb ik een Nintendo Switch beneden, een Xbox One, deze en een Wii. Een Wii was echt leuk geweest. Alleen voor een Wii moet je ook bewegen. Dat is het hele idee van een Wii. Wat verdomme. Jezus. En met dat dak hier. Ja, ik ken mezelf en ik ken vooral mijn vriendin heel goed. Dan heb je een Wii en dan jank je... Bam! Je hand kapot tegen het schuine dak. Dus mijn Xbox One ga ik hier neerzetten. En daar kan je oude Xbox games op spelen. En ja, er is iets, en ik ben echt wel een flinke nerd daarin, dat ik heel leuk vind. Waar ik ook een deel van mijn budget aan uit ga geven. Maar eerst moet ik dus zorgen dat de tv hier kan staan. Ja, het is me gelukt. Ik heb waarschijnlijk een beetje schoongemaakt het lelijkste kastje gekocht van de hele kringloop. Hij kostte maar liefst 4,50 euro. En dit wordt dus het tv-kastje. Want ik had niet genoeg geld om een nieuwe tv te kopen, helaas. Ik zet voor nu eventjes de tv van de slaapkamer op zolder neer. Kunnen Lieke en ik in de avond gewoon een gesprek voeren in plaats van een serie kijken en allebei ons bek houden. Dus eigenlijk is het alleen maar goed voor je relatie. En dan zet ik mijn Xbox One er neer. En daarvoor heb ik ook iets gekocht voor mijn Xbox One. Ik vraag me alleen af, dit is wel een probleem. Dit kastje is zo groot. Volgens mij is mijn tv groter. Oh, dit is niet goed, man. Dit had ik moeten opmeten. Hier, slaapkamer aan. Oh ja, ik zie het al. Het is een beetje stoffig. Dit is denk ik... Oh nee. Oh nee. Oh, het is... Oh. Schijn wel. Stel, je koopt een kastje voor een tv en dat sluit zo aan. Bruh. Ja, boeien. Het is 4,50. Ja, ik ben blij met dit idee. Alleen de uitvoering is wat minder. Het is gewoon te zwaar. Dus ik moet nu spijkers erin rammen en het op die manier oplossen. Dit is de beste 4,50 euro die ik ooit heb uitgegeven. Nu al. Het is een week later en het is af. Er staat één groot groen scherm tussen onze delen. We hebben niks van elkaar gezien. Heb je het geld opgemaakt? Bijna. Okay. Ik heb nog 60 euro over. Oh, dat vind ik schappelijk. Ja. Ik heb echt bijna niks meer over. Oei. Maar dat verklap ik zo allemaal wel. We gaan eerst jouw gedeelte doen. Ja, ik ben echt tevreden. Nou, laten we naar boven gaan. Oké. Behang. Nog niet. 3, 2, 1. Dat vind ik heel heftig. Het is toch leuk? Het is wel heel mooi, ja. Het is wel heel erg studentenkamerachtig. En ik heb iets leuks. Ik heb dus dit gedaan. Dat iedereen die... Want het is een logeerkamer. Dus iedereen die komt logeren kan dan een foto van zichzelf maken en zo opvangen. Ik liep dus ergens. Ik wil precies hetzelfde halen. Echt? Ja, alleen ik weet niet hoe duur dat is. 80. Ja, nou daar had ik geen geld meer voor. Oh. Maar wel heel leuk. Het is heel leuk met dat groen ook en zo. Heb je erover nagedacht dat onze kat daarin gaat hangen en dan alles naar beneden jankt? Nee, hij was er net en hij vond het niet boeiend. Moet je niet aan de behang? Nee, de behang is echt mooi. En ik
heb dat dus heel mooi gedaan. Zie je? Je ziet bijna de lijnen niet. Het is echt mooi. Nee, het is heel mooi. Nee, het is heel mooi gedaan. Als je student bent. Dat is een gastenkamer. Ja, nee, het is heel... Als dus, je wakker wordt, denk ik heel vrolijk. Je voelt je lekker thuis. Je voelt je lekker in een Peugeot. Leuk, de tijgkleedje ook zo van. Dat is toch leuk? Ja, zeker. Past ook bij helemaal niks anders in de kamer. Nee, het is toch gezellig? Ik loop de dolle schat. Je hebt het fantastisch mooi gedaan. Gadverdamme. Nou, ja, ben je er klaar voor? Nee. Nou, Schanti. Oké, ik had een wat groter probleem dan jij. Want bij jou stond bijvoorbeeld al een bed en wat kastjes. Ja. En dat scheelt een flink hap uit het budget. Dus ik moest wat meer improviseren met dingen die wij al in huis hadden. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Maar alsnog ben ik wel bijna door mijn budget heen. Je mag je blinddoek afdoen. In 3, 2, 1. Ik vind het echt super mooi. Maar weet je waar dit op lijkt? Nou? Op zo'n kamertje van een bejaarde in een bejaardenhuis. Ja, ik... Ik vind het super mooi. Ja, nou, het staat je goed. Het staat je lekker. Ik denk dat wel heel veel oude mannen hier naakt op hebben gezeten. Dat dat een beetje dat anuszweet zo in dat leer is getrokken. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Ja, ik voel het ook. Romig. Het kleedje was duurder dan de twee stoelen. Ja, dat dacht ik al. 42,50. 40,40. Oh, heel goedkoop dan. Maar dan vraag je af, waar heb je dan de rest van het geld aan uitgegeven? Mag ik gokken? Ik zie letterlijk niks. Ik heb alle oude Assassin's Creed voor de Xbox 360 gekocht, zodat ik de hele collectie compleet heb. Je bent zo bizar. What the fuck? Boom! Assassin's Creed 1. Boom! Assassin's Creed 2. Boom! Assassin's Creed 3. En de andere, waarvan ik de volgorde niet weet. Nam wel een beetje een hap uit het budget. Ander groot voordeel, ik had nog 100 euro over. Dus toen heb ik via Ik Wil Te Goed FIFA 23 voor mezelf gepreorderd. En ik heb nog presentjes voor jou. Oh! Wij hadden altijd een beetje een discussie. Ik wilde iets heel graag, maar dat mocht niet van jou. Wat denk je dat het ik is? Ik denk dat het de Taj Mahal is. Nee. Ik wist dat het niet mocht. Nee, Witte Huis. Het mocht niet van jou, dus ik hoop dat dit dan een soort van mooie tussenweg is. Dat je dit wel leuk vindt. Oh, dat is mooi. Dat is leuk. Een mooi boeket. Ja, die kan je dan zo daar op het koelkastje zetten. En deze die sluit daarbij aan. En daarnaast vond jij die Lego architecture shit vond je niet mooi. Dus nu heb ik het vrijheidsbeeld gekocht. Wauw! Wow! Ik zie nu pas dat er plakband op de achterkant zit, dus misschien is hij wel geretourneerd. Oh mijn god, keihard afgezet. Geen idee, we gaan erachter komen. En anders gaan wij het merk verder niet noemen in deze video waar het dan een compleet Lego setje vandaan is gedaan. Maar goed, laten we niet te snel conclusies trekken. Staat daar nou trouwens een nieuwe stalen editie Erp op het koelkastje? Zo? Ja, je kan hem ook in de koelkast zetten, maar dat is helemaal niet nodig. Want omdat deze stalen fles zo goed hermetisch afgesloten is, werkt het als een soort thermostaat. Dat je koud water lang koel kan houden. Nou, de kamers zijn compleet. De update van de Xbox is al eventjes bezig. 26. Dus dan kan ik straks lekker gaan spelen. Morgen ontvangen wij de eerste gasten. Yes. En dan kunnen we gelijk kijken wie welke kamer mooier vindt. The next day. De eerste gasten gaan overnachten in de Airbnb. Zo, je voetbalshirtjes erop. Dit is wel mooi, hè? Jezus! Dit is gewoon een huismaat. Dit is gewoon groter dan het gemiddelde appartement in Amsterdam. Dit is wel echt heel mooi, man. Trooi vanavond. Mafkees. En jullie moeten even een polaroidje maken zo. Jezus, je hebt ook een polaroid! Oh, ja, dit vind ik leuk, dit vind ik leuk. Oh, wat fout! Wat ja. Oh, is cute! En de bloemen, hè? Jezus Christus. Oh, dit is verschrikkelijk, zeg. Oh, mijn autisme echt totaal gek. Oh, wat is dit kut? Lego. Oh, wat is dit kut? Wie ziet dit? Wat was jouw idee? Maar moeten wij een keuze maken welk gedeelte wij mooi vinden? Ja. Nou, ik denk als wij samen als wij die bed even hebben getest. Bruh. Ik heb dus een liefde voor voetbalshirts. Met deze clubs heb je niks. Liek, goed gedaan. Mensen, bedankt voor het kijken. Erp, dankjewel voor het sponsoren. De link naar de Steel Edition staat in de beschrijving. Doei doei.